Welkom bij de Henry Winkelman Award 2020, waarbij de waarde van creativiteit en ondernemerschap belangrijker is dan ooit. Juist nu in deze wereld merken we dat andere skills nodig zijn. Vandaar dat we ook zo trots zijn dat die Henry Winkelman Award ook dit jaar weer uitgereikt wordt. De 7e keer op rij. Naamgever van deze prijs, Henry Winkelman, is jarenlang bestuurslid geweest van de stichting Ondernemersbelangen Rotterdam. Dit jaar reiken zij niet één, maar twee prijzen uit. De eerste prijs ter waarde van 10.000 euro en de tweede prijs van 5.000 euro. Uiteraard zijn er ook een aantal belangrijke criteria aan verbonden. Namelijk bijdragen aan de kwaliteit van de creatieve industrie en het imago van de stad Rotterdam. Een voorbeeldfunctie hebben op grond van de eigen onderneming. En aandacht hebben verworven op nationaal of internationaal vlak. En ook een belangrijke vereiste was dat de genomineerde minimaal voor 50% kon voorzien in zijn of haar levensonderhoud. Namens de Willem de Koning Academie willen wij heel graag Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam hartelijk bedanken. 7 jaar lang ondersteunen zij met de Henry Winkelman Award Rotterdams Talent. Namens de Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam is hier vandaag Jeroen van Breugel. Welkom Jeroen. Hi, dankjewel. Wat fijn dat je op deze manier aanwezig kan zijn, anders dan andere jaren, waarbij we normaal gesproken met een heel groot diner de ondernemers van Rotterdam uitnodigen. Belangrijke prijs en award die jullie vandaag uitreiken. Waarom hebben jullie deze prijs of award in het leven geroepen? Misschien ook leuk om even kort iets te vertellen over Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam. Wij zijn opgericht net na de Tweede Wereldoorlog. En ons doel is het bevorderen van het ondernemingsklimaat in Rotterdam. En onze oprichters delen dezelfde visie als onze oprichters, dat kunst en cultuur daar een hele belangrijke bijdrage aan leveren. En dat doen we op verschillende manieren. Onder andere dus door deze prijzen beschikbaar te stellen, omdat er een aantal zaken heel mooi samenkomen. Het ondernemerschap van jonge kunstenaars, maar ook talentontwikkeling. En wij vinden het dus heel belangrijk dat deze jonge groep een belangrijke bijdrage levert aan het ondernemingsklimaat in Rotterdam. Wij kunnen ze zelf ook een beetje helpen in hun eigen kunstenaarspraktijk. Ja, en daarmee ondersteunen jullie jong talent en voor ons dan studenten van de Wim de Koning Academie, alumni in dit geval, die dus afgestudeerd zijn al 7 jaar lang. Sinds vorig jaar is er een tweede prijs bijgekomen, maar ik begreep dat er ook een nieuwe prijs is ontwikkeld. Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Zeker. Omdat we merken dat deze prijs goed ontvangen wordt. Het heeft een meerwaarde. En we vonden het eigenlijk heel jammer dat we eigenlijk alleen maar beperkt tot de Willem de Koning Academie, terwijl we in Rotterdam natuurlijk nog een fantastisch instituut hebben op dit gebied. En dat is Koopart. Dus wij hebben afgelopen jaar met de directie van Koopart aan de tafel gezeten en een soortgelijke prijs bedacht, waarin ook dus een hoofdprijs werd uitgereikt en een aanmoedigingsprijs. Dat had eigenlijk ook dit jaar, wilden we daarmee beginnen. Maar ja, COVID heeft helaas wat roet in het eten gegooid. Maar die prijs gaat volgend jaar van start. Dus in plaats van de Henry Winkelman Award, wordt het de Henry Winkelman met een S. Dan komen we nu bij het officiële deel, de jurering. Dit jaar bestond de jury uit Emily Ansenk, directeur Holland Festival en tevens voorzitter. Martin van der Molen, Studio Mals en oud-winnaar van de Henry Winkelman Award. Sepp Agresti van Studio Sepp Agresti en Janne Verrijken, Spring Company, die ook online aanwezig is voor de vertegenwoordiging van de jury en de toelichting op het juryrapport. In totaal zijn er uit alle inzendingen 5 deelnemers geselecteerd, die genomineerd zijn voor de eerste of de tweede prijs van de Henry Winkelman Award. De eerste genomineerde waar we naar gaan kijken is Hans Schuttenbelt. In principe is de werkwijze van het hebben van een goed idee of iets willen uit of iets willen vertellen heel vaak voor mij het startpunt om aan de slag te gaan. Mijn naam is Hans Schuttenbelt en op de Willem de Koning Academie ben ik afgestudeerd op grafisch ontwerp. Als ik nu terugkijk op mijn afgelopen jaren, dan zitten daar een bepaalde soort fases in, maar vanuit wat er ergens binnen borrelt,
om dat proberen te vatten of vanuit daar te werken, dat is wel een methode die ik graag volg. Als ik de Henry Winkelman Award win, de eerste of de tweede prijs, dan ga ik met mijn werk focussen op de verbinding, dus op dat tussen, het stukje inter. En wil ik verschillende disciplines bij elkaar brengen om samen te creëren. Ik ga ervan uit dat ik over 5 jaar nog steeds vanuit mijn innerlijke fascinaties en eigen observaties ga creëren. Het werk van Hans kent een brede omvang, variërend van grafisch ontwerp tot autonoom werk, docentschap en collectief werk. Zijn praktijk beweegt zich op het raakvlak van grafisch ontwerp en relationeel autonome kunst. Wat de jury met name interessant vond, waren de projecten waarin hij verschillende werelden verbindt door middel van zijn creaties in combinatie met andere kunstdisciplines zoals dans en muziek. De jury prijst het netwerk wat hij opbouwt aan relaties tussen verschillende disciplines en toepassingen. Hij weet met zijn werk aandacht te trekken van diverse podia en in 2020 heeft het Mondriaan Fonds hem de werkbijdrage Jong Talent toegekend. De jury is benieuwd naar zijn plan en visie om zijn onderneming ook in de toekomst verdienstelijk te maken en had daar graag meer over willen horen tijdens zijn presentatie. De jury raadt Hans aan om vooral in te zetten op spannende crossover projecten en dan volgt de structuur vanzelf. Dankjewel. De tweede genomineerde waar we naar gaan kijken is Lou Muze. Ik denk dat mijn ultieme doel als maker is dat het mensen verbindt en mensen samenbrengt. Mijn naam is Lou Muze. En ik ben in 2015 afgestudeerd van de Willem de Koning Academie. Ik ben fotograaf, videomaker en crossmedia storyteller. Over 5 jaar heb ik een goedlopend productiebedrijf die multimediale documentaire verhalen maakt. En ik hoop daarin ook te werken dan met een vast team met iedereen zijn eigen expertise. Ik sta zowel achter de camera als van het idee. Nee, ik zal altijd de maker blijven. Ik vind het echt heel erg leuk om mee te denken. En ik vind het vooral heel erg leuk om te werken in een team. En in een productiehuis kan je juist met een team, met allemaal mensen met verschillende expertise samenwerken. Ik denk echt dat je project daardoor beter wordt. Eigenlijk is mijn werk altijd wel via een online platform te zien. Of het is YouTube, of het is een website. Maar eigenlijk maak ik het liefst multimediale verhalen of webdocumentaires. Virtual reality documentaires. De online wereld is wel eigenlijk echt mijn platform. Als ik de prijs win, dan ga ik mijn productiehuis opstarten. En dat wil ik doen door mijn eerste project daarin te lanceren. En met dat project ben ik ook al begonnen. Dat gaat over gastarbeiders in Nederland. En ik wil laten zien wat zij in Nederland allemaal hebben gebracht en ik wil eigenlijk hun reis naar geluk evalueren. Lou is visueel journalist. Haar werk biedt een visuele invalshoek op maatschappelijke thema's zoals de Nederlandse asielprocedures of de daklozenopvang. Ze maakt in haar werk optimaal gebruik van de stad Rotterdam als decor. Ze voelt een ongelooflijke aantrekkingskracht tot werelden die lastig toegankelijk lijken te zijn. Zo is ze momenteel bezig met een project rondom Winti, een traditionele Afro-Surinaamse religie, een geloof dat de meeste mensen graag binnenskamers houden. De jury stelde kritische vragen over de geloofwaardigheid vanuit haar eigen positie. En daar kon Lou overtuigend antwoord op geven, met name door de oprechte belangstelling in haar onderwerpen. De jury heeft veel waardering voor de bekwame, antropologische wijze waarop Lou haar werk aanpakt en investeert in haar persoonlijke ontwikkeling. Haar visie op de toekomst is een eigen productiehuis. De jury kijkt met vertrouwen uit naar de volgende stappen in haar ontwikkeling. Dankjewel, Janne. We gaan kijken naar de derde genomineerde, Roos Tule. Ik kijk bij iedereen door hun ogen mee. Ik ben Roos en ik heb autonoom beeldende kunst op de Willem de Koning gedaan en ben afgestudeerd in de social design. We mochten voor het eerst in het museum De Lakenhal exposeren. Ik heb iedereen een brief gestuurd met daarin de vraag of ze naar aanleiding van de theorie The Wisdom of the Crowds mij wilde vertellen wat is thuis. Want de Wisdom of the Crowds theorie, dat is een theorie waarin je, als je 100 mensen laat raden hoeveel M&M's er in de pot zit, het gemiddelde wat iedereen raadt, is hoeveel M&M's er in de pot zitten. Dus als collectief kunnen wij bij de waarheid komen, een soort van. Ik maak 1 groot kunstwerk per jaar. Dat is mijn goal in mijn artistieke praktijk. En dat is een masterpiece, dus daar gaat alle tijd en aandacht naar. En tegelijkertijd vind ik manieren om een groter publiek te bereiken dan nu. Want nu kan je alleen een ervaring ervaren in mijn werk, maar dat ik het naar een business kan draaien en daarmee weer kansen kan geven. Roos is ervaringskunstenaar. De kern van haar artistieke praktijk is het bieden van een podium aan de verhalen en ervaringen van anderen.
om zo bij te dragen aan een samenleving met meer liefde, acceptatie en begrip voor de ander. Ze zet kunsten, muziek, culinaire activiteiten, media en andere moderne middelen in om ervaringen te creëren die sociaal-culturele vraagstukken uitdagen en ontmantelen. Bijvoorbeeld met haar project Diner voor Gelukszoekers. De jury vindt het knap hoe Roos zich kwetsbaar durft op te stellen. Kwetsbaarheid is haar kracht en de sleutel voor echt contact met anderen. De jury vond het mooi hoe zij een woord heeft proberen te vinden dat past bij haar manier van werken. Artisipation, de kunst van het samen maken. Uit Roos haar werk spreekt een grote sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Iets terugdoen voor de samenleving en de ander. De jury adviseert Roos om haar eigen principes te bewaken in het vinden van manieren om een groter publiek te bereiken voor haar projecten. De vierde genomineerde waar we naar gaan kijken is David Danos. My work is my hobby, I think. Not that I think, I even know that my work is my hobby. My name is David Danos. I'm from Latvia. And graduated at Wilde Honing. I started around 4 years ago. And first and foremost, I would say it's exploring all of the mediums, or at least diversity of mediums, what can be shown in the art event. This is our future mint hub, or mint home, how I call it. It's a three-floor building, which is shared by fellow artists and as well teammates of Mint. By combining all those forces, we strive to make something original. When I first came to Rotterdam, I was here only for studies, and then I thought, okay, after the studies, I'm gonna go back. But now I see that it's like the Rotterdam is starting to become a creative hub, and there are still so many open doors. I'm in the right place, right time. Mint opereert als een multidisciplinaire kunstorganisatie met twee takken, Mint Podium en Mint Video. Mint Podium produceert kunstzinnige evenementen in Rotterdam. Ze zijn een mix van visuele kunst, performances, muziek en nachtcultuur. Mint Video produceert video's voor theater en festivals. David ziet het stimuleren en begeleiden van vakgenoten die aan het begin van hun carrière staan als een belangrijke opdracht. De jury waardeert het zeer dat hij er mede voor zorgt dat ook volgende generaties Rotterdammers kunnen genieten van het talent dat nu al sluimert en net dat ene duwtje nodig heeft om te floreren. Waar veel bedrijven worstelen met culturele diversiteit, merkt de jury op dat David dit op een bijna natuurlijke, vanzelfsprekende manier weet te realiseren binnen zijn bedrijf. En dat is heel mooi om te zien. De jury acht de tijd rijp voor Davids om een professionele vervolgstap te maken en meer focus aan te brengen om zijn bedrijf ook in de toekomst verdienstelijk te laten zijn. Professioneel advies zou hem kunnen helpen om al zijn ideeën, plannen en kennis te vertalen naar een helder plan, duidelijke doelen en een scherp concept. De vijfde genomineerden waar we naar gaan kijken zijn Elmar Jansen en Merel Klomp. Het beste werk maak je als het vanuit je passie gebeurt. Wij zijn Merel en Elmar en wij zijn in 2018 afgestudeerd aan de Willem de Koning Academie. En samen runnen wij Enkruid. We zijn Enkruid begonnen doordat we allebei een passie hebben voor het vertellen van betekenisvolle verhalen. En dat doen wij aan de hand van het creëren van visuele werelden in een digitaal tijdperk. We willen heel graag meer voor duurzame merken werken, maar we willen ook gewoon graag merken inspireren duurzamer te worden. Ik vind het ook interessant om met onze creatieve studio eigenlijk de waarde voor natuur onder de aandacht te brengen van een groter publiek. Wat we bijvoorbeeld doen is dat we samen met onze klanten per project die we realiseren bomen planten. En ook om onze klanten te inspireren na te denken over de toekomst. Euromastpark, daar komen we vrijwel dagelijks. En dat is toch wel even fijn om een stukje groen in de buurt te hebben waar je even bijna geen stad om je heen ziet. Enkruid is een high-end creative and production studio gespecialiseerd in het vertellen van betekenisvolle verhalen. Merel en Elmar creëren visuele werelden van concept en creatie tot en met productie. Als jonge ondernemers voelen Merel en Elmar een verantwoordelijkheid om merken met een groene visie te helpen zich te onderscheiden met high-end campagnes, commercials en branded content.
Sinds dit jaar zijn ze ook gestart met het verduurzamen van hun eigen werkwijze. Onder meer door samen met hun klanten per project een aantal bomen te planten. Daarnaast streven ze ernaar om in de toekomst nog meer samen te werken met B Corp gecertificeerde ondernemingen. Encrite is een financieel gezonde onderneming. En dit geeft hen de mogelijkheid om klanten en projecten te selecteren die ze aansluiten op deze visie en strategie voor de toekomst. De jury is onder de indruk van hun ondernemersspirit. Ze hebben een plan, een visie, ze weten waar ze heen willen. Op jonge leeftijd hebben ze al met veel mooie nationale en internationale merken samengewerkt. Petje af! De volgende stap is volgens de jury om nog meer hun eigen visie te laten zien. En ze is dan ook benieuwd wanneer ze deze stap gaan zetten. Dankjewel, Janne. Dan nu de bekendmaking van de winnaars van de Henry Winkelmanprijs 2020. Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam ondersteunt met het verlenen van deze award al 7 jaar lang jonge creatieve ondernemers. Met een stimuleringsprijs ter waarde van 10.000 euro en een tweede prijs is daaraan toegevoegd van 5.000 euro. Voor dit officiële moment geef ik heel graag het woord aan Janne Verrijken. Bij de uiteindelijke keuze speelden criteria als houding, impact en verdere potentie van ontwikkeling een belangrijke rol. De jury kon ook niet heen om werk dat reflecteert op de tijd waarin we nu leven. Ondernemen gaat niet alleen om geld verdienen, maar ook om impact hebben en nadenken over het sociale aspect van je bedrijf. En beide winnaars dragen deze kwaliteiten in zich. De tweede prijs van 5.000 euro gaat naar een kandidaat die de jury heeft overtuigd met professionaliteit en een heldere visie op de toekomst. Zij verdienen deze ondernemersprijs ook om wat ze op zo'n jonge leeftijd hebben gepresteerd. De tweede prijs gaat naar Elmar Jansen en Merel Klomp. Van harte gefeliciteerd, Elmar en Merel. Wauw. Jullie mogen je mic even aanzetten. Yes. Wat gaat er door jullie heen? Applaus voor jullie. We gaan door naar de eerste prijs ter waarde van 10.000 euro. De stimuleringsprijs van de Henry Winkelman Award 2020. Ik geef graag het woord aan Janne Verrijken. De winnaar van 10.000 euro. Deze kandidaat onderscheidt zich volgens de jury door een passie om iets moois te doen waar de wereld wat aan heeft. De jury vindt het knap dat deze kandidaat in staat is om autonoom te werken, betekenisvol voor de maatschappij en daar haar geld mee kan verdienen. Wat ze doet valt samen met wie ze is. De winnaar van de Henry Winkelman Award 2020 is Roos Tule. Roos, wat gaat er door je heen? Fantastisch, van harte gefeliciteerd. Wauw, die award is gewoon voor jou. Jij komt bij al die 6 eerderen die al deze award hebben gewonnen. Jouw naam komt daarbij als hoofdprijs. 10.000 euro, waanzinnig. Je reactie is priceless. En had je het verwacht, Roos? Nee, ja, echt nee. Ik zie zeggen al die filmpjes daarnet. Ik ben echt heel erg. Sowieso ook door de indruk van de rest. Wauw, dankjewel. Ja, tegen enorm veel ander talent heb je het opgenomen. En daarmee heb jij dan deze prijs gewonnen, wat fantastisch is. Wat voor impuls geeft deze prijs jouw onderneming? Wat kun je daarmee gaan doen? Welke investeringen ga je maken? Ik heb een voor gelukzoekers voor mijn afstuderen gemaakt. En nu ga ik daar een documentaire over maken die op de landelijke tv hopelijk komt. Over 3 verhalen die ik vanaf de start dat ze in Nederland zijn aangekomen kan volgen. Om dan te kijken wat wij als land, als Nederland voor impact hebben op hoe ze behandeld worden eigenlijk. En wat we daar anders kunnen doen. Prachtig, we gaan sowieso nog ontzettend veel van je zien. Fantastisch dat jij deze prijs hebt gewonnen. Ik zou zeggen, ga het vieren, het liefst met een fles champagne en heel veel lieve mensen om je heen. In deze COVID-19 tijd is dat best wel lastig. Maar vier het virtueel en hopelijk krijgen we nog veel van jou te horen. Dankjewel. Ja, applaus nog 1 keer voor iedereen trouwens die deel heeft genomen. Ja.
super vereerd als tweede winnaar van de Henry Winkelman Award. Ik ben gewoon nog steeds helemaal ondersteboven dat ik heb gewonnen. Want het was zo bijzonder om te zien hoeveel talent er in deze genomineerde groep met z'n vijven zit. En dat ik heb gewonnen is ongelooflijk. En nu kan ik mijn droom een documentaire maken, waar gaan maken. En daarmee wil ik gewoon ook super graag de jury bedanken. En de Willem de Koning Academie en deze kans. En ik ben echt helemaal aan het nagenieten. Dus dank jullie wel. Echt wauw. Namens de Willem de Koning Academie wil ik graag tot slot Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam bedanken voor het toekennen van deze prijs. En naast hen natuurlijk ook de juryleden bedanken. Emily Ansenk, Janne Vereiken, Seb Agresti en Martin van der Molen. Maar uiteraard wil ik alle genomineerden enorm bedanken voor hun deelname aan de Henry Winkelman Award.